Dit is het nieuws uit Enschede van donderdag 12 oktober. Solar Team Twente eindigt als vijfde en Enschede's bedrijf in de race voor de Rising Star Award. De chip is beveiligd. Dus voordat je het uit moet lezen moet je de toegangscode weten tot de chip. En die vind je meestal in de Machine Readable Zone, zoals dat heet, die onderaan ieder document te vinden is. Goedenavond. Het Solar Team Twente is als vijfde geëindigd in de World Solar Challenge. Delft heeft voor de zevende maal de World Solar Challenge gewonnen. De Redshift van de UT moest alle zeilen bijzetten om vandaag te finishen. Twente kampte net als veel andere teams met bewolking. Delft kon steeds over actuele weersinformatie beschikken en speelde voortdurend in op de gaten in het wolkendek. Aldus de NOS. Ik vond het echt een supermooi avontuur. Ik heb twee keer redelijk lang stuk mogen rijden. Dat was best wel intens. Maar het is echt genieten. Ik heb gemiddeld denk ik wel zo'n 88 km per uur gereden. Dus we hebben flink doorgecrossed. Mijn favoriet moment, ik denk toch eigenlijk wel race dag 1, waarop ik op het eerst reed en ik daarbij heel veel auto's heb ingehaald. De gemeente Enschede wil ook het dorpshuis in Lonneker van de hand doen. De gemeente moet jaarlijks tussen de 40.000 en 50.000 euro bijleggen om het pand open te houden. Als het dorpsraad niet zelf met een oplossing komt om het gebouw te kunnen behouden, zullen de deuren moeten sluiten. De aanleg van het derde en laatste deel van het fietspad langs de Zuid-Esmakkerrondweg begint komende maandag. Dit deel verbindt de eerste twee delen in het noorden met het bestaande fietspad in het zuiden. Dat loopt tot de Holtzikkerbrinkweg. De werkzaamheden worden nog voor kerst afgerond. Met de realisatie wordt volgens Hans van Achter het laatste onveilige gedeelte van de verkeerssituatie opgelost. Vandaag is de finale van de Rising Star Award, een prijs voor snel groeiende technologiebedrijven. Het Enschedese bedrijf Innovaler is een van de genomineerden. Zij hebben een app ontwikkeld om identiteitsfraude tegen te gaan. Hoe zou mijn identiteit gestolen kunnen worden door iemand? Ja, dus stel dat iemand een kopietje paspoort kan aanbieden bij een bank. Dan kunnen ze een mooi gefotoshopt kopietje paspoort maken, dat insturen met uw naam erop. En dan wordt een rekening mogelijk geopend op uw naam. Dus als ik het goed begrijp, iemand die plakt zijn eigen foto over mijn foto heen, op mijn paspoort. En gaan daarmee een bankrekening openen waarmee ze bijvoorbeeld schulden kunnen opnemen die ik dan zelf moet afbetalen. Ja, het ligt een beetje aan wat de criteria zijn bij de dienstaanbieder om iemand te accepteren als een nieuwe klant bijvoorbeeld. Op welke manier zorgt jullie app ervoor dat het niet meer mogelijk is? Wij maken het makkelijk en mogelijk dat je de identiteit van iemand zijn paspoort, de authenticiteit van iemand zijn paspoort kunt vaststellen zonder dat je een document-expert hoeft te zijn. En bovendien kun je het mobiel. Ik zal voordoen hoe het scannen typisch in zijn werk gaat. Eigenlijk bestaat het uit twee stappen. Dit is een stukje tekst wat goed leesbaar is voor machines. Dus het is makkelijk te scannen tekst eigenlijk. Dus die zullen we eerst moeten scannen. Dus dat is stap 1. Daar hebben wij we gebruiken daar gewoon de camera van een smartphone voor. Dus het gaat redelijk snel. Komt die. En dan heeft hij de code uitgelezen en dan weet hij hoe hij de chip uit moet lezen. Vervolgens hoef ik alleen maar de smartphone tegen paspoort in dit geval aan te houden. Nou, en zoals je nu ziet, we hebben succesvol dit paspoort uitgelezen. Je ziet dus allereerst een foto van de persoon op het paspoort. Dus een kleurenfoto, terwijl in het paspoort een zwart-wit foto staat. Het helpt ook heel erg met het identificeren van personen. Dus stel je voor, ik zou andermans paspoort hebben, mijn eigen foto er overheen plakken. Mm-hmm. Dan pak jij gewoon je telefoon, dan scan je hem en dan zie je uiteindelijk de foto van de echte persoon. Dus op die manier Klopt. Kan ik niet meer identiteitsfraude plegen. Ja, dat klopt. Nu is het zo dat als heel veel mensen die app gaan gebruiken, komen natuurlijk heel veel gegevens van heel veel mensen uiteindelijk bij jullie terecht. Maakt dat dan ook niet juist meer gevaarlijker voor identiteitsfraude? Omdat, omdat wij die gegevens allemaal hebben. In principe zijn er verschillende opties voor een klant. Als ze bij ons komen, zul je typisch zien dat ze maar heel korte gegevens bij ons staan. Wat dan typisch gebeurt is dat er op onze server sturen we het door naar de klant. Op wat voor manier dan ook. En dan verwijderen we de gegevens zo snel mogelijk. Volgende week donderdag is in het Balengebouw een debat over zorg. Met onder andere Hugo Borst en Karin Gemers. Zij hebben landelijk aandacht gevraagd voor de problemen in de ouderenzorg. Een van de thema's in het debat is de vraag of we niet te veel beroep doen op mantelzorgers. Mies van der Laan uit Enschede was jarenlang mantelzorger voor haar eigen man. Die leed aan Parkinson en dementie.
Mies van der Laan is 79 en ze heeft jarenlang voor haar man gezorgd hier thuis. De man had eerst Parkinson en daarna kwam er nog dementie bij. 8 jaar lang was hij ziek en de omgeving van Mies vindt dat ze er zoveel in die zorg opging dat ze zichzelf misschien wel vergat. En ik zit hier bij Mies. Ja, hoe is dat om zoiets te horen? Dat je jezelf misschien wel vergat in die mantelzorg? Ja, voor mij was het echt vanzelfsprekend dat ik voor Jan zorgde. Je houdt van iemand. Je bent al zo lang bij elkaar dat het heel normaal is voor mij om dat te doen. Na een jaar of 4, toen begon ik al aardig uitgeput te raken. Toen merkte ik, ja, ik kan het niet meer in mijn eentje. En dan ga je hulp krijgen. We hebben de buurtzorg ingeroepen. Super lieve meiden. Dat was een goede aanwinst voor mij. Die hielpen hem in de badkamer aankleden. Maar goed, zo gauw hij weer op de bank zat 's morgens, dan begon het voor mij. Je man is 1,5 jaar geleden, geloof ik, overleden. Ja. Dus het is allemaal nog heel vers. Ja. Als je nu terugkijkt, zou je het op dezelfde manier weer doen? Of wat zou je anders willen zien of zelf hebben gedaan? Ik zou het op dezelfde manier weer doen. Ondanks dat het mij volledig gesloopt heeft. Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk wel pijnpunten. Dat je zelf weet, ja, ik ben eigenlijk niet goed bezig. Je moet dat aanvaarden, maar dat is dat grenzen verleggen. Omdat je op een gegeven moment eigenlijk een soort gevangene wordt. Ik ben verkast van onze slaapkamer naar de logeerkamer, zeg maar. Deuren open, dan luister je. Ik heb een hele periode gehad dat ik 's nachts bijna niet meer dorst te gaan slapen. Want dan ging die spoken. Er zijn drama's gebeurd 's nachts. Hij gaat dan naar een verpleeghuis, maar ja, daar stopt de mantelzorg nee, niet. Nee, helemaal niet. Ik ging elke dag naar hem toe. Lieve mensen, de vasten die daarvoor hem werkten, die waren ook gek met Jan. Maar hij had natuurlijk ook zijn moeilijkheden en dat werd steeds erger. Hij ging medicijnen weigeren, die ging die verstoppen en dergelijke. Hij haalde zijn kamer leeg, hij stapelde alles op de rollator, want hij ging naar huis, zei hij. En dan kom jij en dan moet je zeggen dat dat niet kan. Ik heb wat gehuild hoor, als ik terug naar huis ging, in de auto zitten. Ik denk, ik moet niet direct gaan rijden, ik moet eerst dat kwijt. En dan moet je zo'n jongen daar achterlaten. Ik denk, en ja, dat sloopt jou ook. Ja, dat als heeft... je er al niet fysiek mee bezig bent, dan is het wel mentaal op de achtergrond. Ja, het gaat gewoon door. Ik kan er een boek over schrijven, heb ik je al verteld. Dat geloof dat ik graag. Dat gaan we niet doen. Dat geloof ik graag. Mies, dank je wel. Alsjeblieft, graag gedaan. En volgende week is het debat. In het Balengebouw om 19:30 s'avonds op donderdag 19 oktober. Inschrijven kan via de site van Concordia. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10. Morgen wordt het 18 graden en in het weekend is er meer zon en loopt de temperatuur op tot 20 of 21 graden. Tot zover het nieuws uit Enschede van donderdag 12 oktober. Na het NOS nieuws in 60 seconden kunt u kijken naar Jij in de Wijk met aandacht voor de populaire wijk Hogeland en de maatschappelijke stagemarkt. Bedankt voor het kijken en een hele fijne avond verder.